onderzoek naar de gang van zaken rond de markt. Dat heeft de gemeente Nijmegen bekendgemaakt. De gemeente heeft hiervoor bureau Berenschot in de arm genomen. Enkele weken geleden kwamen bij de gemeente signalen binnen over intimidatie en bedreigingen rond de markt. Toen kondigde de gemeente direct aan een onderzoek te doen. En dit gaat nu van start. Het onderzoek zal ook gaan over de wijze waarop in de afgelopen periode sturing is gegeven aan de markt. Berenschot heeft ook een meldpunt ingericht waar iedereen vertrouwelijk zijn of haar verhaal kan doen. De verwachting is dat eind november de resultaten van het onderzoek bekend zullen zijn. Het lopende traject over de toekomst van de markt is gedurende het onderzoek opgeschort. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.